Sylvester van der Water. Hey, goedendag. Top, hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, mooi man. Mooi. Getraind net? Ja, we hebben net getraind, ja. Even een pauze en zo direct nog een training. Twee keer per dag, hè, jullie nu? Ja. Is dat wat? Ja, het is wel goed voor je inderdaad. Heb je dat eerder gehad, twee keer per dag of niet? Ja, zeker. Ja? Ja, ja. Hij traint wel hard, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Je bent wel moe na twee trainingen. Ja. Maar het is gewoon goed voor je ook. Word je alleen maar beter van. Want je bent nu, hoe lang zit je nu in Almelo? Het is je tweede seizoen, ja, hè? Dit is mijn tweede seizoen, ja. En bevalt het een beetje? Ja, zeker. Ja. Want je komt uit Blaricum, ben je geboren, maar... Ja, ik ben in Blaricum geboren, maar eigenlijk opgegroeid al gelijk in Bussum. Ja, in het Gooi, hè? Ja. Dus je moest eigenlijk gaan hockeyen, of niet? dat zeggen veel mensen. Of tennis, dat is ook wel redelijk nog wel wat in het Gooi. Ja. Maar ja, voetbal... Je bent lekker gaan voetballen. Ja, voetbal was het eigenlijk, ja. Bij SDO, hè, heb ik gelezen. Ja, dat klopt. Ik ben begonnen bij SDO in Bussum. Ja. En daar heb ik eigenlijk de hele jeugd heb ik gevoetbald. Ik maakte, toen ik zat dit jaar in de B1. Ja. Dus dat is volgens mij de onder 17 is dat. Ja. En ik weet nog wel dat ik op een zaterdag had ik een wedstrijd tegen Excelsior. Tegen de B2 toen. En, Excelsior Rotterdam. Ja, Excelsior Rotterdam, ja. En toen was er nog gebeld dat ik of ik de volgende dag op de bank wou zitten. Ja. En ja, volgens mij 20 minuten voor tijd, toen zei hij van, ja, Sil, ja, je moet er toch in. Ja. Ja, dat was wel een mooi moment natuurlijk, want het was echt druk. Ja. En ja. Belangrijk geweest nog, of niet echt? Ja, ik heb nog wel kans gehad ook. Ja. Ik had denk ik wel eentje moeten scoren. Ja. Maar ja, uiteindelijk winnen we wel. En hebben we promotie gehad. En toen was je 16, heb je 2 jaar dus in het eerste gespeeld daar. En toen heeft Almere City je opgepikt. Ja, klopt inderdaad. Toen ging ik onder 19. Ik zat nog in een twijfel. Ja. Want ik was ook op stage liep ik bij IJsselmeervogels. Ja. En op een gegeven moment belde Michel Kreek me op van Almere City. En hij vroeg of ik wou meetrainen. Nou, toen zei ik van, nou, kunnen het altijd proberen. Ja. Nou, de eerste training raakte ik lichtjes geblesseerd aan mijn hamstring. Dus ik kon de training helaas niet afmaken. Ja. En dag daarna hadden we een wedstrijd tegen Zuidvogels in Huizen. En ja, toen... Je weet het allemaal nog, hè? Ja, natuurlijk weet ik het allemaal nog, ja. En ik weet nog wel dat ik een doelpunt maak en assist. En na de wedstrijd kwam hij eigenlijk gelijk naar me toe. Hij zei van, ja, ik wil jou volgend jaar gewoon hebben. Ja. Ik zie potentie in je. Ja, en toen belde ik, eigenlijk was de knop heel snel omgeschakeld en ik belde gelijk Michel Kreek op. Ik zeg, ik ben eigenlijk al klaar met nadenken. Ik zou graag volgend jaar bij jou willen voetballen. Ja. Maar ik had veel blessures. Ja. En ook een scheurtje mijn lies gehad. Nou, toen dacht ik van, oké, was ik eindelijk terug. Ja. Mijn schouder uit te komen. Ja, toen dacht ik van, Je bent wel een beetje van glas, hè? Wat mogen we dat niet zeggen? Is ja, dat... nu, gelukkig, ik klop het even gelijk af, maar nu niet meer gelukkig. Nee. Want je hebt ook wel eerder gezegd in een interview van, ik had de clubs eigenlijk wel voor het uitkiezen. Een beetje. Meerdere clubs uit verschillende landen en zo. Waarom kies je dan toch voor Heracles? Ja, omdat ik toch een droom heb om ooit in de Eredivisie te voetballen. En ik weet dat Heracles gewoon altijd een goede middenmootploeg is in de Eredivisie. Ja. En... waar veel kijk naar is. Ja. En ik dacht van, nou, dat is een mooie kans om me verder te ontwikkelen. Maar dat is oprecht, want je hoorde vaak voetballers van, ja, er staan bekende spelers, hebben hier gespeeld en zo, mooie ontwikkeling. Maar dat was bij jou oprecht een van de redenen. Ja, ook. Ja, ja, Pele Pessi, ja. Ja, Weghorst. Ja. Ja, dat zijn spelers, ja, die zitten nu wel bij een club. En die hebben het wel gewoon hier bij Heracles gemaakt. Ja. Heb je toen die contract heb getekend, hè? Heb je toen meteen een Mercedes gekocht of was dat later? Nee, dat was pas later. Dat was pas een beetje eind van het seizoen vorig jaar. Ja, dikke bak man. Ja, dankjewel. Wat is het een? Een A, nieuwste A. Want je woont in Almelo, hè? Ja, ik woon zelf in Almelo, ja. Maar je gaat nog wel geregeld terug naar Bussum? Ja, mijn ouders wonen gewoon in Bussum. En eigenlijk ook familie en vrienden wonen allemaal in Bussum. Ja. Dus ik probeer wel één keer in de 2 weken sowieso naar Bussum te gaan. Ja, leuk man. Want hoe zie jij jezelf dan in het systeem? Ben jij een klassiek rechtsbuiten? Ja, ik ben wel een klassiek rechtsbuiten. Ja, af en toe een keer naar een spits. Ja. Dat is ook geen probleem. Maar je bent wel een linksboot, hè? Ja, ik ben een linksboot, ja. À la Arjen Robben natuurlijk.
naar binnen komen. Ja, ja, dat... ja. Dat zit wel in je spel, hè? Ja, zeker, ja, ja. Technisch ook? Af en toe word ik er wel mee vergeleken, alleen ja, het niveau verschil is wel ja? Even een stukje anders met Arjen Robben, dat weet ik. Ja, jij bent wel iets beter, hè? Ja. In de voorbereiding had je natuurlijk ook een wedstrijd tegen Helmond Sport. Allemaal koppen, wereldgoal van Robin Pluppen. Ja. Maar jij scoorde ook nog een aardige goaltje, althans. Ja, was het een bewustje? Nee. Het was echt als voorzet bedoeld. En, dit vind ik leuk, dat je gewoon eerlijk zegt. En, maar op een gegeven moment, ik raakte hem... Ja, op een of andere manier, ik raakte hem zo raar. Ja. En ik zie hem zo naar de goal vliegen. Ja. En toen dacht ik, ja, die gaat erin. Ja. Ja, en dan vliegt hij er ook echt in. En dan denk je van... Ja. Twijfel je dan nog om achteraf te gaan zeggen van, ja, dit was een bewustie? Nee, ja, maar ik weet gewoon dat het gewoon, want ik zag, volgens mij was het Joey Konings, die was aan het lopen. Ja. En ik wou de bal op Joey geven. Ja, ik raak hem eigenlijk verkeerd. Vloog er prachtig in. Ja, ja. Hey, even voor jou persoonlijk, Sylvester. We zien mensen die jou volgen op Instagram. Je hebt een goede band met Dennis Schouten. Ja, klopt. Van ja. Bonus onder andere. VI heeft hij natuurlijk gedaan. Voetbal Insight. Waar ken je hem van? Ja, eigenlijk via Instagram eigenlijk gewoon. En ja, ook wel interview toen een keer gezien. Ja. Nou, toen zei hij van, nou, kunnen we best wel een keer potje FIFA doen? Ja. Nou, toen is hij eigenlijk gewoon een paar keer bij mij thuis komen. We hebben ergens wat gegeten. Ja. En sindsdien hebben we gewoon nog, ja, gewoon nog wel gewoon contact. En af en toe bellen we elkaar even. Ja. En in de verdere toekomst? Ik heb je al eens horen zeggen. Mijn familie is natuurlijk wel logisch. Waar je vandaan komt, allemaal van Ajax. Is dat een droomclub voor jou? Of? Ja, natuurlijk is Ajax een droomclub voor mij. Ja. Ik kom zelf uit de buurt van Amsterdam. Ja. Dus ja, dat is zeker een droomclub. Maar ik weet dat ik mezelf eerst nog verder moet ontwikkelen. Misschien ooit in de toekomst. Je bent in ieder geval lekker begonnen, toch? Ja, zeker. En zo moet het doorgaan. Sylvester, mooi dat het was, jongen. Dank succes met de training straks nog. En we zien elkaar. Dank je wel. Rustig aan, jongen. Dank je wel. Doei. Doei.